Ik ben Wien, ik ben 23 jaar oud. Mijn ouders komen van Hongkong. My name is Abdul, 42 years old, coming from Morocco. Je m'appelle Nias Ababakar, je viens du Sénégal. I come from Spain. I am resident in Spain. And I was before in Norway. La rue est multiculturelle et on n'a jamais eu de problème par rapport à nos voisins. Nos meilleurs amis, c'est des gens qui sont originaires, qui sont belges. C'est des Marocains, c'est des Arabes, c'est toute la communauté. Ik vind dat de verschillende culturen samen ook wel iets heeft, omdat je dan ook de verschillende culturen probeert te begrijpen. Zijn we wel minder racistisch opgesteld tegenover mensen die dan misschien in dorpen leven en geen allochtonen of zo in de buurt hebben. Soms natuurlijk, ja, op straat word je wel zo nagefloten en zo door mannen. La meilleure manière de s'intégrer, c'est d'abord de s'insérer. J'ai appris beaucoup de mots néerlandais qui signifient la même chose. Ou à peu près la même chose dans ma langue maternelle. Je vous donne un exemple. Le couille, chez vous, c'est la vache, chez nous, c'est le mouton. C'est le grand mouton. C'est le plus grand mouton qu'on appelle couille. Some other languages, background language, as Norwegians, and I think there is some common words. In de Chinese cultuur, bijvoorbeeld met uw ouders en zo. We zijn niet zo kusjes geven of knuffels. Het is zo wat meer kouder. Maar je weet wel dat je ouders van u houden, maar het wordt gewoon op een andere manier uitgedrukt dan bij België. De cultuur, bedrijfscultuur is daar ook helemaal anders en zo. En ik wil dat wel eerst ervaren voordat ik zo ergens ga settelen. Ik vind een drukkere stad veel leuker dan zo'n heel rustige omgeving. Settelen in Azië denk ik niet. Omdat het onderwijssysteem en de sociale zekerheid niet zo goed is als in het Westen. In Belgium is more liberal, more open than in andere countries. I think it's a good area to live in. All people is kindly, friendly. We are from a different country, but one world. All what I need, I found it here.